Het is absoluut een heel heftig programma. Maar tegelijkertijd is het ook heel inspirerend en heel erg mooi om iemand te mogen volgen. Ja. Ik vind het echt een voorrecht om in het leven te mogen duiken van iemand die stervende is. Ja. En je merkt ook op het moment dat je dat doet, dat het... Kijk, natuurlijk heeft het leven heel veel te bieden, maar ook op het moment dat je weet dat je doodgaat. Dan schijnen wij nog een grote groei door te maken. Zo. Mensen. Dus ja. Het is, daarom is het ook wel, kan het ook heel speciaal zijn. Bereid je je op een bepaalde manier voor als je weer moet draaien? Nou, sowieso toen ik hoorde dat ik dit programma ging doen, ik wilde het echt meteen doen. Ik heb het echt meteen omarmd, omdat ik dacht van... ik was heel erg nieuwsgierig naar hoe staan mensen in het leven op het moment dat ze weten dat, ja. Dat ze stervende zijn. En je kan je er eigenlijk heel slecht op voorbereiden. Mm. Want ja, je ontmoet prachtige mensen en je weet ook tegelijkertijd dat je ze helaas ook gaat verliezen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel iets wat je van tevoren heel goed moet weten en waar je ook zeker op in moet stellen. Maar ja, als je ze dan ontmoet en de levenskracht en de levensvreugde... En, maar hoe wordt de selectie gemaakt van de mensen die in het programma zitten? Geven ze zich daarvoor op? Ja, de mensen geven zich hiervoor op. Die willen hier graag aan meewerken. Omdat ze ook zo graag willen laten zien dat ze nog een verhaal hebben. He, dat we mensen die ernstig ziek zijn vooral niet af moeten schrijven. Maar dat ze ook echt nog een wezenlijk onderdeel kunnen zijn van de samenleving. Ze kunnen inspireren, ze laten dingen zien. Ze kunnen je echt nog iets meegeven. En dat is zo prachtig om te zien. Ja, er zijn veel programma's op dit moment. Ja. Over mensen die doodgaan. Ja. Dat is een trend. Ja, maar we gaan allemaal dood. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Maar het zijn ook allemaal wel mooie programma's. Je bouwt natuurlijk een hechte band met ze op. Zeker, ja. Je bouwt een enorme hechte band. En dan moet je weer afscheid nemen. Nou ja, helaas moet ik ook donderdag afscheid nemen van een van de deelnemers van Danny. En dan schrik je toch van de week dat je echt denkt van ja... ja. Ik heb natuurlijk afgelopen half jaar hebben hem gevolgd. Ik ben met hem. Nou, hier zien we hem op een foto. Dit was in Lourdes. Ja, en dan maak je je toch echt enorm veel zorgen. Hè? Zeker als je hoort dat hij bijvoorbeeld niet meer eet. En gelukkig nog wel drinkt. En, ja, en dan op een gegeven moment dan komt er via eindredactie toch een berichtje binnen. Dat Danny helaas is overleden. Ja. Ja, en dan ben je natuurlijk de hele dag... daar wel beroerd van. Ja, dat is zo. Ja. Dat kruipt gewoon onder je haar. Nou, zeker. Hè? Maar dat doet dit hele programma. Maar heb je het gevoel dat je door het programma dat levenseinde ook beïnvloedt op een of andere manier? Dat mensen... Je bedoelt dat ze langer blijven leven? Heb ik wel eens gehoord over dat soort programma's. Dat mensen plots door de aandacht en het feit dat ze terug een doel paar hebben... Nog veel langer plots beginnen... Nou, ik vind het wel een hele goede vraag wat je stelt. Want het is zeker zo dat dit programma ook voor hen heel belangrijk is. Ja. Want ze laten een document na voor de nabestaanden. Dus het is wel iets wat ze op de been houdt. En natuurlijk niet eindeloos, maar misschien, ja, het inspireert ze wel om het misschien nog even vol te houden. Ja. Ja, maar dat is niet de doelstelling, hoor. Zullen we even kijken naar een stukje? Oh. Wat ben je aan het doen? Ik ben de speerrips aan het uitpakken. Dat zijn al 20 jaar lang mijn favorieten. En dit was bijna een soort laatste wens. De grote speerrips, die liggen nu op tafel. De toppers van de blos. Echt zo top, jongens. Gaat het, mannen? Nope, is het vol. Nou, het kan zijn dat ik één sterrenpje te veel heb gegeten. Want er steken botten uit mijn lijf die ik daarvoor nog nooit heb gezien. Ja, hij was jarenlang uitsmijter op het Leidseplein in Amsterdam. En hij wilde nog een keer zijn lievelings spare ribs eten van het restaurant om de hoek.